Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en zoals jullie misschien kunnen zien, heb ik gisteravond mijn muur geverfd. Dat kon je in de vorige weekvlog zien. Gisteravond heb ik er één laagje op gedaan van de kleur Urban Taupe. En vandaag ga ik een tweede laagje doen, maar nog niet nu, want ik moet zo meteen naar school toe. Ik zie er ook nog niet echt uit. Ik heb alleen mijn make-up gedaan. Maar heb ik nog niet gedaan zoals je kunt zien. En ik heb ook nog gewoon mijn badjas aan. Milan die is nu aan het douchen. Want die was blijven slapen. Dus dat is heel erg gezellig. En die gaat zo meteen bij mij achterop. Want zijn werk zit naast mijn school. Dus dat is wel handig. Ik wilde gewoon heel erg graag wat anders met mijn kamer. En ik dacht, dat wordt hem. Ik wil heel misschien ook nog die muur zeg maar tussen mijn kasten gaan verven. Omdat ik het daar wel heel erg wit vind. Maar ja, in ieder geval, dit is dus pas één laagje. Vanmiddag ga ik laagje nummer 2 erop doen als ik uit school kom. Of na dansdag moet ik nog even kijken. Dus ben je nou benieuwd hoe mijn kamer gaat worden? Heb je zin in deze video? Doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En laten we beginnen met deze weekvlog. Ik zal even goed laten zien hoe mijn kamer er nu uitziet. Ik heb hier gisteren een gel met mijn vader neergelegd. En dit is de verf. Hij komt gewoon van de Gamma. En heet dus kleur Urban Taupe. En dit is zeg maar de informatie die je moet weten voor de kleur. Zo ziet mijn muur er nu dus uit. Helemaal afgeplakt. En ik twijfel heel erg of ik mijn bed hier ga laten staan. Of dat ik mijn bed daar tegenaan ga zetten. Dat weet ik nog niet. Maar ja, ik moet vanmiddag toch in ieder geval eerst nog verven. Dus ja, want kijk, zeg maar, ik weet niet of je dat ziet op camera. Maar nog een paar witte vlekjes en zo. Dus dat wil ik gewoon even helemaal mooi maken. Dus vanmiddag gaat laag 2 erop. En ja. Ik vind zo, als je nu kijkt, vind ik dit zo mooi, zo deze muur. Gewoon wat anders dan alleen maar wit in mijn kamer. I like it. Ik ben weer terug van dansen. Tussen school en dansen in heb ik niet meer gefilmd. Omdat ik toen heel eventjes snel met Miel mijn muur voor een tweede laag heb geverfd. En die is nu ondertussen bijna droog. Maar ik vind wel dat het tijd is om de tape eraf te halen. Dus dat ga ik nu doen. En filmen voor jullie, want ik vind dat zelf echt altijd heerlijk om te zien. Als dat tape eraf gaat, zo helemaal perfect. Dus dat ga ik nu even eraf halen. Dan ga ik mijn vlog bewerken voor morgen, want dat heb ik nog niet gedaan. En het is al 9 uur, dus ik moet wel even opschieten zo meteen. En ik heb vet lief van Jane Dear Ouders nog voor mijn verjaardag deze Rituals handbalm gekregen. Dus dat vind ik echt heel erg fijn, want mijn handen zijn heel erg droog. En ik gebruik die trouwens ook altijd gewoon voor op mijn benen. Maar oké, dus... Let's see. Zullen we met deze beginnen? Deze is namelijk niet heel boeiend. Even kijken. Het is vandaag dinsdag en ik moet zo meteen naar school toe. Tot volgens mij 1 uur. Want normaal zit ik tot 2:30 op school, maar volgens mij heb ik uitval. Dus dat is heel erg chill. Ik ben wel echt verschrikkelijk moe. Maar ik heb straks een uur tussenuur op school. Dus ik denk dat ik dan gewoon even ga slapen. Het is nu 8:15. Ik moet alleen nog even mijn tanden poetsen en mijn schoenen aantrekken. En dan ga ik zo meteen naar school toe. Vanmiddag ga ik als het goed is sporten met Zoe. En vanavond 7:30. Heb ik rijles. Daar heb ik echt totaal geen zin in, maar oké. Volgende week dinsdag of woensdag moet ik afrijden. Dus ik hoop zo dat ik het haal. Maar daarvoor moet ik nog wel even oefenen vanavond. Dus rijles 7:30 en vanmiddag sporten. Ik moet vanmiddag ook even... Ik heb gisteravond nog 11:30 mijn video bewerkt. Hij is wel opgeslagen, alleen hij moet nu nog even bij YouTube komen te staan. Dus dat doe ik als ik uit school ben. Ik ben toch 1 uur vrij en hoef je pas om 4 uur online te staan. Dus ja, ik ben zo moe, zeg ik niet normaal. Deze trui die ik vandaag aan heb is van Gies Louise en mijn Levi's spijkerbroek. Ik ben zo blij met mijn muur, jongens. Oh my god. Kijk even. Kijk, je ziet nu even mijn schaduw en zo. Maar kijk hoe mooi de kleur is. En je moet niet denken dat dit een vlek is. Maar dat komt omdat mijn gordijn open is. Dus dan zie je een beetje die schaduw. Maar ik ben echt heel blij met deze muur. Dus ik weet alleen nog niet
Want ik wil natuurlijk deze muur hierachter. Wil ik ook die kleur verven. Maar ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen. Want het is best wel een klus om deze kasten van de muur af te krijgen. Ik ga in ieder geval vanmiddag als ik thuis kom, ga ik even mijn kastjes en zo opruimen en terugzetten. Slapen denk ik ook. Nee, ja, even kijken. Maar ik ga in ieder geval mijn tanden poetsen. En schoenen aantrekken en naar school. Ik ben weer thuis uit school. Ik had echt een hele korte dag. Want er waren dus wat lessen uitgevallen. En er waren wat lessen verschoven. Dus het is nu 1:15 en ik ben thuis. En er is een pakketje binnen van Sting. Want ik heb altijd een flarebroek gehad van de Sting. Maar afgelopen vrijdag is daar een heel groot gat gekomen bij mijn kruis. Dus ja, en aangezien ik mijn flarebroek echt heel erg ga dragen, had ik wel echt een nieuwe nodig. Dus die heb ik besteld bij de Sting dus, daar had ik hem altijd. En ze hadden niet meer degene die ik had. Ik had gewoon een hele gladde stof, maar die is dus met die rilletjes. Hij was €25 in de maat XXS, omdat hij anders echt veel te lang is voor mij. Ik hoop trouwens dat deze ook niet te lang is, want hij ziet er wel een beetje lang uit. Oh nee, dit moet ik wel passen denk ik, of nou ja. Oeh, ik denk dat hij alsnog best wel een beetje te lang is. Ik ga het even laten zien. Kijk. Hij is best nog wel een beetje lang. Deze ga ik straks wel eventjes passen. Ik ga hem eerst even omkleden, want ik ga over een half uurtje ga ik sporten met Zoe. En als ik terugkom van sporten met Zoe, ga ik denk ik mijn andere muur verven. Mijn vader is hier beneden, hij weet nog niet hoe ik dat ga doen. Maar dan ga ik denk ik dit even opruimen, dit kastje, en even terugzetten. En dan die kasten verschuiven, afplakken, één laag geven. En dan morgen denk ik de tweede laag. Dus ik hoop dat dat mag. Dus ik ga hem even omkleden. Ik heb trouwens ook een nieuwe sportlegging besteld. Want die grijze die ik had, die kan ik echt nergens in het leven meer vinden. En die zwarte die is echt, ja, zit helemaal onder de verf. En die heb ik gewoon echt al vet lang. Ik ga even proberen mijn grijze te zoeken, zodat ik die nu aan kan trekken. Maar ik heb ook even nieuw besteld. Dus die komt als het goed ook deze week binnen. Dus, oh, en mijn video's even aan het uploaden voor vanmiddag. Nu moet over 3 uur online. Je ziet het niet zo heel goed in dit licht. Maar ik heb even die flarebroek aangedaan. Maar hij is echt veel te lang. Kijk dit. Je ziet mijn voeten niet eens meer. Goed, moet ik weer terugsturen. Toch geen zin in. Kijk nou. Als je nog een winkel weet waar ze flarebroeken verkopen voor kleine meisjes. Ik ben maar 1,60. Laat alsjeblieft weten in de reacties. Want ik ben echt eindeloos op zoek. En deze ziet ook echt niet mooi. Hij schijnt ook door. Ik ben weer terug van sporten en ik denk dat Zoe en ik binnenkort, of nou binnenkort, over een paar maanden, 2 maanden of zo, wel een keertje zullen filmen als we gaan sporten, want het gaat steeds wat beter. Dus het komt eraan, alleen nu nog niet, want we zijn ook gewoon zelf nog heel erg aan het zoeken van wat vinden we chill, hoe willen we het doen en zo. Dus het is dan een beetje lastig als ik hem ook tegelijkertijd moet filmen. Maar ik heb mijn kastje even terug op zijn plek gezet. Hij is nog niet opgeruimd, maar ik heb nu alles een beetje hier liggen en zo. Want ik ga nu dit naar voren halen. Omdat ik heel die kant nu ga verven. Dus dit raam ik pas later op als alles weer terug op zijn plek staat en geverfd is. Dus ik ga nu even dit kastje alvast ertussen uithalen. Dit kastje en deze kasten komen namelijk van de IKEA. Alleen, hoe heet dat? Het paste net echt 2-3 centimeter niet of zo. Dus toen ik deze kaptafel kreeg, heeft mijn vader aan allebei de zijkanten er een stukje afgezaagd, zodat hij precies tussen deze kasten past. En normaal zit hier ook een glazen blad op, maar die heb ik er dus niet op. Ik moet ook echt even mijn kaptafel schoon gaan maken. Maar oh my god, hier ligt zoveel stof op, jongens. Oh my god, ik ga dit filmen. Het is echt bizar. Oh, dat is echt heel erg. Zien jullie dit? Oh my god, ik moet echt vaker mijn kaptafel naar voren halen om dit schoon te maken. Oh my god, dit is zo ranzig. Doei! Oké, mijn laptop staat klaar voor de video. Ik heb het helemaal afgeplakt samen met mijn vader. Hier. En mijn vader heeft het plafond weer voor me gedaan.
En dan ga ik nu lekker verven weer. Ik hoop dat ik het met dit laatste beetje verf trouwens red. Oké, jongens, het is 6:15. Ik ben bijna klaar met de eerste laag. Zoals je kunt zien heb ik alleen nog maar dat stukje daaronder te doen. Maar het was echt best wel veel. Want ik heb deze hele muur gedaan. En zeg maar de hele muur wat hierachter staat. Oké, we gaan hier even tussendoor lopen. En deze hele muur. Ik moet alleen nog even dat stukje afmaken. En dan ben ik klaar. En dan, ja, ik denk dat er dus net niet genoeg verf in zit. Oh, voor een tweede laag. Maar misschien wel voor deze en voor hier in het midden. Want in principe, daarachter zie je het toch niet. Want mijn kassen staan ervoor. Dus misschien dat ik daar gewoon één laagje doe. En dan in het midden en daar twee lagen. Maar dat doe ik sowieso morgen pas. Oh mijn god, ik heb het zo warm. Ik ga even verder en dan gaan we zo meteen lekker eten. En vanavond heb ik van 7:30 tot 9:00 rijles. Mooie zomanden. Daar heb ik echt geen zin in, maar goed. Het zal wel moeten. Ik ben terug van rijles. En oh my god, jongens, ik ben dus ergens achtergekomen. En ik weet niet of dit echt al heel erg lang zo is. Maar voor mijn gevoel niet. Volgens mij is dit echt pas een paar weken. Maar je kan dus bij de Ethos vanaf nu online bestellen. Eerst kon dat nooit. Eerst had je zeg maar alleen een website met een klein beetje informatie. Maar je kan nu dus gewoon bij de Ethos ook online bestellen. Hoe chill is dat? Oh my god. Even kijken wat voor acties ze allemaal hebben. Want ik heb echt eigenlijk even nieuwe spulletjes nodig. Oh, dat is zo chill. Het is vandaag woensdag en ik ben vanmorgen echt totaal vergeten om te filmen. En ik kan mijn camera ook niet mee naar school. En ik zat tot 4:30 vandaag op school. Dus nu 4:50. Dus dit is pas het eerste wat ik vandaag film. Zoals je misschien kunt zien is mijn kamer echt een rommel. Ik besloot gisteravond om mijn kamer op te ruimen. Of nou, een beetje alles uit te zoeken. Maar toen dacht ik opeens, oh, het is 12:00. Laat ik eens gaan slapen. Wat ik nu ga doen is de tweede laag op deze muur doen. En op die muur erachter. Of althans het stukje hier tussen. Want dat is hetgene wat je te zien krijgt. De rest niet. Dus dat ga ik nu doen. Dan kan ik dat helemaal goed laten drogen. Ga ik daarna verder met dit op te ruimen. Dit is zeg maar wel uitgezocht. Alleen dit moet nog even straks plek krijgen als die staat. Dus dit laat ik nu eventjes staan. Zodat ik, maar dit ga ik eventjes opruimen helemaal daarna. En de rest van de dag strakjes na het avondeten ga ik sporten met Zoe. En daarna ga ik bij Mila slapen en heb ik morgen stage. En wat ik nog wilde zeggen is, Sharon en ik hebben 4 dagen Parijs geboekt. Dinsdag 18 juni tot vrijdag 21 juni gaan wij samen 4 dagen naar Parijs. Echt vet leuk. We wilden natuurlijk samen op vakantie, maar dat ging niet echt qua haar vakantie en mijn vakantie. Dat stemde niet lekker op elkaar af. Dus daardoor konden we niet samen. Maar vanaf, even denken, eind mei hebben wij alleen nog maar op maandag school. En stages bij mij dan al afgelopen. Dus ben ik donderdag en vrijdag ook gewoon vrij. Dus we gaan lekker door de week 4 dagen weg. Daar heb ik echt vet veel zin in. En ik hoef ook geen vrij te vragen van mijn werk. Want het is niet op een zaterdag. Dus dat is echt heel erg chill. Dus ik heb zoveel zin om daar naartoe te gaan. Leuke foto's te maken. Lekker winkelen. Lekker eten. Echt heel veel zin in. Dit is het laatste wat ik wil zeggen. Dan ga ik echt verven. Maar kijk even hoe leuk. Mijn roze trui. En mijn elastiekje. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Van Bosbeek Online. Die matchen met elkaar. Echt vet leuk. Oké, nu ga ik echt beginnen. Oh nee, wacht. Toch nog niet. Gisteren heb ik dus... ik had eigenlijk dit plateautje gekocht voor het nieuwe huis bij mijn moeder. Om daar allemaal parfum op te zetten. Maar ik dacht, ik ben waarschijnlijk toch ietsjes vaker hier. Omdat ja, bij mijn vader al mijn spullen staan. En bij mijn moeder niet. Dus ik heb hem hier neergezet. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet. Dit bord was dus maar 3 euro bij de Action. Het ziet er echt heel leuk uitzien. Ja, een beetje jammer van al die andere rotzooi. Ik ga trouwens ook... kijk, ik heb natuurlijk best wel wat... Of nou, best wel wat. Ik heb deze twee en die. Dat is een beetje goud. Maar bij deze muur vind ik goud niet zo heel erg mooi staan. Nou, het kan op zich wel. Maar ik vind zilver mooier hier bij staan. En bij mijn moeder krijg ik een oud roze muur. En daar vind ik goud wel mooi bij staan. Dus deze bakjes... En die gaan naar mijn moeder. Oh, en die ook, dat rekje. En dan bij mijn vader ga ik gewoon alles zilver doen, denk ik. Ik denk dat dat een beetje het dingetje wordt, want ik weet niet. Als ik zo kijk, vind ik zilver mooier erbij staan dan goud. Oké, jongens, het is 7:30. Ik heb het eigenlijk nog best wel snel gedaan voor mijn gevoel. Want mijn muren zijn geverfd. Mijn kasten, mijn kaptafel, alles staat weer op zijn oude plek. Ik heb het ook voor het grootste gedeelte even opgeruimd. Althans, daar heb ik het wel opgeruimd. En ik heb eindelijk een keer...
mijn make-up in een laag gedaan. Normaal had ik dat nooit, gewoon ergens los in een bak. En zo lijkt het wel ietsjes meer dan ik dacht dat ik had. Maar ik heb dus niet van die verdelers. En ik weet ook niet of dat in deze la past, want dit is best wel een kleine la. Maar goed, in ieder geval hier heb ik mijn make-up erin gedaan. Dit is nu wel, nou niet helemaal opgeruimd, maar wel voor grotendeels. Grotendeels. Ik ga nu even een yoghurtje eten. Ik heb net avond gegeten. En over een uurtje ga ik even sporten met Zoe. Maar ik heb nu echt geen zin meer om op te ruimen. En al helemaal niet die kast, want dat is echt nog niet zoals ik het wil hebben. Maar dat ga ik vrijdagavond lekker naar stage doen. Ik ga niet uit, ik ga niet, weet ik veel wat, naar stage ga ik gewoon lekker naar huis. Dan kan ik ook even lekker deze plank opruimen, want ik wil hier ook wat anders mee. Zeg maar niet, gewoon qua indeling bedoel ik. Dus, maar ik ben wel heel erg blij met mijn geverfde muren. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is vandaag mijn laatste stage dag van deze week. Gisteren heb ik ook stage gelopen van 9 tot 6. En vandaag moet ik weer van 9 tot 6. Het is nu precies 8 uur. En ik ga hier rond 8:30 of zo weg. Ik ben nu bij mijn moeder door het tijdelijk huisje. Want ik denk dat ze over ongeveer 2 weken weer naar een nieuw huisje kan. Maar hier zit ik dus nu. Dit is haar tijdelijk huis totdat ze wat anders had gevonden. En dat heeft ze nu. En daar gaat ze dus over een paar weken in. Ik ga even ontbijten met een banaan en een flesje water. Want ik heb nooit heel veel trek in de ochtend. Maar als ik nu niks eet, dan moet ik tot 1 uur zonder eten doen. Dus ja. Ik hoop dat ik op stage even aan school mag zitten. Omdat ik dinsdag een toets heb. Dus ik hoop het echt heel erg. Ik heb wel mijn boeken bij me, dus het moet wel goed komen, denk ik. Na stage ga ik gewoon lekker naar mijn eigen huis, gewoon naar mijn vader. Dan ga ik, denk ik, een heel klein beetje mijn kamer nog opruimen, want dat wil ik natuurlijk nog doen. En voor de rest van de avond gewoon lekker in bed liggen. En uitrusten, want mijn rug doet echt heel veel pijn. En gisteravond was ik echt vet moe. Morgen moet ik werken overdag. In de avond heb ik nog geen plannen verder. En zondag heb ik eerst rijles. En dan in de middag heb ik een dansshow. Dus dat is echt vet leuk. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik ga even lekker ontbijten. En daarna naar stage toe. Ik ben terug van stage. En het is ondertussen alweer 7:15. Ik ben weer thuis bij mijn vader. Ik ga zo even avond eten. En ik ga even wat pakketjes aan jullie laten zien. Maar daarna, vanavond ga ik naar Twan toe. Want daar is Zoe ook, Romy komt ook. Keer komt niet en Dagmar wist nog niet. Maar dan ga ik in ieder geval gezellig daarheen. Dus dat is de planning voor vanavond. Want eigenlijk zou ik naar stage heerlijk mijn bed induiken. Dus die plan is iets veranderd. We gaan niet uit of zo, gewoon even lekker hangen. Maar ik had 2 dingetjes besteld bij Naked. En ik heb een nieuwe sportlegging besteld. Dus ik dacht dat ik ook even aan jullie laat zien. Zoals jullie een paar weken vlogs geleden hebben kunnen zien, had ik deze bikini top bij Naked besteld. Het broekje hadden ze niet meer. En topje alleen maar een S. Maar het topje zit zeg maar echt net aan goed. Eigenlijk is hij net iets te klein. En toen zag ik dat ze weer een M op voorraad hadden. Want die hadden ze dus eerst niet meer. Dus ik heb nu een M besteld. Deze maar dan in een M. En dat broekje zag ik ook dat ze die weer op voorraad hadden in een XS. En van het broekje heb ik een XS. Dus die heb ik ook besteld. Dus ik heb nu het hele setje. Dat vind ik echt vet leuk. Dus ik ga het even openmaken. Als jullie denken, wat is dat voor een getril? Dat is mijn telefoon. Die staat achter de camera als lamp. Even kijken. Hier heb ik het topje. In een M. Echt, toen ik dat zag, dacht ik, oh my god, yes. Kijk, dit is de M. Die is echt een stuk groter. Maar ik denk wel dat deze echt beter zit. En echt mooier daaromheen. Als je deze kijkt. Het is zeg maar echt net niet. Het verschilt best wel veel, vind ik. Qua S&M. Maar ik vind het gewoon zo'n mooi printje. Het is een beetje beige groenachtig. Dus die. En nu hadden ze dus ook dat broekje daarvan. Ik zal even hier een plaatje in beeld zetten van het model. Dan kan je goed zien hoe de bikini staat en zo. En ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten. Maar ik weet niet of ze hem nog hebben. Aangezien ik ook echt lucky bastard was dat het topje opeens in een M beschikbaar was. En het broekje in een XS. Want dat waren dus echt precies mijn maten. Dit is het broekje. Oh, I love it. Kijk nou. Dit is zeg maar wel een broekje die
tussen je billen zit. Maar ik vind dat wel heel erg mooi. Maar het is niet een stringmodel. Want je hebt zeg maar aan de bovenkant wel nog gewoon veel stof. Maar het is gewoon meer aan de onderkant dat je iets meer in je billen zit. En deze heb ik dus in een XS. En dit vind ik echt vet leuk voor vakantie. Kijk nou, als je mooi bruin bent en dit zo aan hebt. I like it. Dus dat heb ik bij Naked besteld. En dan heb ik nog een nieuwe sportlegging besteld. Want die van de H&M. Die grijze, ik weet niet, maar hij zit gewoon niet meer zo mooi. Hij zit, ik weet niet, hij zit niet mooi bij mij. Misschien dat ik hem graag verkopen op United Wardrobe. Dus heb je nou interesse in een grijze sportlegging? Ik denk dat ik hem voor 10 euro ga verkopen of zo. Dan moet je dat even zeggen, want dan ga ik hem op mijn United Wardrobe zetten. Maar ik had dus een nieuw besteld bij mijn Protein of zoiets. Daar was nu 35% korting. Volgens mij geldt de code nog steeds volgens mij 35 best of zo. Als je gewoon naar www.myprotein.nl gaat, dan staat het gelijk bovenaan de website. En ik had deze kleur gezien. En die vond ik wel echt vet mooi. En ik had echt oprecht een nieuwe sportlegging nodig. Oh my god, deze stof voelt best wel chill. Heel stevig. Het is meer, het is wel echt meer een stof dan een sportlegging spul, vind ik. Maar oké. Hier heeft een elastieke band, zodat hij zeg maar wat meer in je taille valt. En dan hier heeft hij van dat gaas, maar er zit wel stof achter, dus hij schijnt niet door. Je kan er bijvoorbeeld gewoon een sleugeltje in doen of zo. Oh ja, dat zat hier ook nog ergens. Ja, een vakje bij de voorkant voor je sleutel. En dan gewoon een sportlegging idee. En dan op één. Oh nee, dat is geen kontzak, grapje. Dus deze hier ben ik echt heel erg blij mee. Morgenochtend ga ik sporten met Zoe, dus dan doe ik hem aan. Zal ik even aan jullie laten zien hoe die staat. Dus ja, ik ga nu lekker eten en daarna gezellig naar Twan, Zoe en Robby toe. En ik ging even die bikini passen. Gewoon met mijn ondergoed eronder. En ik kwam erachter dat het broekje, ja, hij past wel, maar hij zit net niet mooi bij mijn buik, zeg maar. En het topje in een M zit beter dan in een S. Dus ik heb een topje in een S en een broekje in een XS. En die staan er bij een United Wardrobe, want ik heb het broekje, dit is dus een XS, maar ik heb hier dus een S voor nodig. Ik heb de laatste S kunnen scoren op United, op Naked. Dus ja, die zal sowieso wel goed zitten. Dus ik verkoop deze. En ik vind het niet echt jammer zo, want ik heb gewoon de top in een maatje groter en het broekje in een maatje groter is onderweg. Dus ja. Wil je nou deze bikini? Hij staat op een United Wardrobe. En hij is niet meer te koop op de Naked site. Althans niet meer in deze mate. Volgens mij alleen nog maar in echt de grootste mate. Dus wil je nou deze leuke bikini? Kijk op mijn United Wardrobe. Topje heb ik alleen gepast. Broekje ook. Topje zonder BH. Broekje met onderbroek. En het beschermstickertje zit er ook gewoon nog in. Hij is nooit gedragen. Dus dat. Ik ga nu even schoenen aantrekken. En voorbereiden op de regenbuiten. En dan ga ik naar Twan toe. Want Zoe is er ook. En Romy komt straks. En die pukkels. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik had jullie even beloofd om die legging te laten zien. Ja, je moet even niet op dit gekke randje letten. Want ik heb mijn badpak voor werk onderaan. Maar dit is die legging. En zeg maar bij je been, daar is die wel een beetje doorschijnen. Maar dat loopt maar tot hier. En hier zit gewoon een stof onder. En ik vind hem echt heel erg chill. Hij valt, ja, tot waar mijn navel zit hier. Dus iets onder mijn navel valt hij. En je hebt dus hier ook nog een zakje ergens zitten of zo. Oh, hier. Waar je dus een sleuteltje in kan doen. Bijvoorbeeld een kluisje of zo. En ik vind hem echt heel erg chill. Ik zal hem even in de beschrijving linken. Voor mensen die hem ook willen of niet. Ze hebben ook nog andere kleurtjes. Maar ik vond deze wel leuk. Dus dat, het is nu 9:50. En ik zou misschien om 10:30 gaan sporten met Zoe. Maar ze zou laten weten of het 10:30 werd of 4:30 naar mijn werk. Maar ze heeft nog niet gereageerd, dus ik denk dat ze nog niet wakker is. Dus dan ga ik zo meteen even naar de Ethos, even mijn pakketje ophalen. Even naar de Hema panties halen, want ik heb morgen een dansshow. Dus ja, dat is een beetje de planning. Ik ben thuis van werk en zoals ik waarschijnlijk al heel vaak in deze video heb gezegd, heb ik morgen een dansvoorstelling. En daar moest ik nog eventjes wat dingetjes voor halen. Ik moest ook nog even een pakketje bij de Ethos ophalen. Want zoals ik een paar dagen geleden had gezegd, kon je opeens bij de Ethos bestellen.
Dus ik heb als eerst even bij de HEMA deze panties gehad. Want we moesten zwarte panties hebben van 15 denier. Dus die waren 6 euro. Dan heb ik bij de Ethos eventjes deze Eyelure nepwimpers gehaald. Want voor een show vind ik dat wel mooi. En ik had alleen van die Ardell en die waren heel groot en overdreven. En deze vind ik heel mooi en subtiel. Dus ik heb deze gehad. Die waren volgens mij 7 euro of zo. En dit is de 070. Dus die. En even een maskertje om vanavond om mijn gezicht te doen. Want ik heb best wel een beetje last van rode vlekjes en zo. Dus ik heb even dit avocado cream masker gekocht voor de normale... voor de normale huid. Die bereinigend en stimulerend. Van Dr. Van der Hoog dus. Dan was er een pakketje van About You binnengekomen. Zoals jullie weten had ik namelijk deze gisteren binnengekregen. Deze sportlegging. Dus ik heb nu 2 goede sportleggings. En ik had nog maar 1 joggingsbroek dus achter. En die was wel oranje. En dat is ook nog niet echt waar je mee over straat gaat. Die was van Abercrombie. En toen zag ik deze van Colorful Rebel. En Rosa had deze dus gekocht staan op haar United Wardrobe. Maar dan in het blauw met rode sterren. En die wilde ik eerst eigenlijk van haar overkopen. En toen had ik toch gezegd, nee, laat maar wegen, want ik moet geld sparen. En toen zag ik deze dus met 50% korting op About You. En toen dacht ik, oké, ik neem hem wel. Dus deze. Gewoon een hele doodnormale rode legging. Volgens mij is de lengte echt perfect. Ik heb hem in een maatje... XS besteld en deze was normaal 70 euro en nu 35. En aan de zijkant heeft hij een witte streep met donkerblauwe sterren. En aan de onderkant is die gewoon strak. Dus die. En op je kont staat hier bij het zakje staat Colorful Rebel. En op de site hebben ze deze niet meer. En volgens mij was dit ook de laatste op About You. Dus. Maar goed, deze doe ik morgen denk ik gewoon aan ook als ik naar... Naaldwijk gaan, want daar is onze dance show. We gaan eerst gewoon even oefenen en zo. Dan heb ik gewoon even een joggingsbroek die ik aan kan trekken. Dus die. Trouwens, ik kom niet met mijn hoofd in beeld, want mijn gezicht ziet er echt niet uit na het zwemmen. Dus ja. En dan het pakketje van de Ethos. Maar ik wilde dit toch eventjes nu aan jullie laten zien en niet morgen. Pas. Oh mijn god, kijk hoe leuk dit eruit ziet. Een hele roze doos. Er zit ook van dat zwarte papier in. Cute. Oh my god, waarom ziet dit er zo toevallig zo schattig in roze uit? Kijk nou. Alles wat ik heb besteld is dus blijkbaar roze, maar oké. Nu mijn ouders natuurlijk uit elkaar zijn, ga ik ook een paar dagen bij mijn moeder slapen. En ik vind het gewoon vet onhandig om elke keer mijn make-up en zo mee te moeten sjouwen. Want ja, weet je, ik vind het gewoon irritant. Dus ik heb even 2 reinigings. Mijn reiniging heb ik even opnieuw gekocht om bij mijn moeder... neer te zetten. Deze waren nu trouwens in de aanbieding bij de Ethos. 1 plus 1 gratis. Van L'Oreal zijn ze. En ik heb even mijn wenkbrauwsetje opnieuw gekocht om bij mijn moeder neer te leggen. En ik had vorige week al mijn mascara opnieuw gekocht. Dus ik moet nu alleen nog even een wenkbrauwborsteltje en zo'n kwastje kopen. En dan is eigenlijk heel mijn make-up set klaar. Oh ja, en mijn dagcreme nog even. Maar ik dacht, dat is gewoon veel handiger als ik bij mijn moeder precies hetzelfde heb liggen als bij mijn vader. Hoef ik niet elke keer mijn make-up mee te sjouwen of deze grote flessen mee te sjouwen. Dus dat. En ik had nog even 2 nieuwe kwasten nodig. Want ik kwam er gewoon achter dat ik deze kwasten gewoon niet had. En als ik bijvoorbeeld uitga, dan vind ik het wel leuk om een beetje te contouren. Dus daarvoor heb ik deze blush brush gekocht. Omdat ik zo'n kwast gewoon chill vind om mee te contouren. En ik draag nooit echt oogschaduw. Maar stel dat ik een keer oogschaduw wil, heb ik een blendkast. Deze was volgens mij 4 euro. Deze 5. Deze 4. Maskertje was volgens mij 2,50 of zo. En die reinigingsdingen zijn normaal 7 euro per stuk. Deze en deze. Maar nu omdat het 1 plus 1 was, was het 7 euro samen. Hè? Dus dat. Ik ga nu even lekker douchen. Vanavond bij Miu slapen. En dan zie ik jullie morgen. Oh, en ik had nog dit oogpotloodje besteld bij de Ethos. Die zat onderaan de doos. Daar kwam ik net pas achter. Voordat ik hem ging weggooien. Maar deze heb ik dus ook nog besteld. Zoals jullie kunnen zien heb ik even gedoucht. Mijn haar is helemaal nat. En even dat maskertje opgedaan. Maar er zit altijd zoveel in zo'n masker. Dus ik heb echt nog de helft over. Dus die heb ik even teruggestopt. Dan kan ik hem over een weekje weer even opdoen. Deze moet ik in de lading gaan. Ondertussen ben ik even een video van Marcia aan het kijken. Waarin ze dus 75 minuten lang haar lip
stash gaat uitzoeken. En ik ga ondertussen even dit tasje vullen van de Ethos. Met make-up die ik morgen mee ga nemen. Want kijk, ik heb dus net die Eyelure wimpers gekocht. Maar ik heb dus ook nog 4 setjes met Ardell wimpers. Dus ik weet niet zo goed welke ik op ga doen. Ik heb de Baby Wispies. De Demi. De Baby Demi. En de Wispies gewoon. Dus ik weet het nog niet welke ik op ga doen. Maar ik neem er wel gewoon echt een paar mee. Dan kan ik daar gewoon kijken. En gewoon even qua gezichtsmake-up en zo. Dus dat ga ik nu ook even uitzoeken. Wat ik mee wil nemen. Even kijken hoe lang het maskertje erop moet zitten. 10 tot 15 minuten. Oké. Top. Oh, je ziet ons niet. Oh. Hoi. Wij hebben zo meteen de dansje. We hebben al... Gaan we lopen? Oh. Iedereen weet het toch al. We hebben, we hebben net de generale gehad en ons klaargemaakt. Het is trouwens zondag. Ik heb vandaag nog helemaal niet gefilmd. Met Zoe, Jane en Melissa. We hebben net de generale gehad en we gaan nu even een snackbar zoeken. Om even lekker te eten. Ja, ik weet niet of dat hier zit hoor. Nou, daar ziet er wel iets uit. Zo. Nee, dat is wel café. Zondag hè? Oh ja. Daar zit sowieso de Albert Heijn. Oké, okay, we lopen ergens een beetje daar daarin. Daar zit volgens mij wel een snackbar. Bij dat pleintje zit wel iets. Het is nu 6 uur of zo. Ja, 6 uur. Oh, ja, ben ook. En om 6:15 begint het. En dan komt iedereen kijken. En ik ga vragen aan mijn moeder of aan mijn vader of ze seks willen filmen, dan kan ik het ook erin doen. Kijk zo. Nou, mijn wimpers waaien eraf. Hoogstig, hoogstig, hoogstig. Kijk zo. Ja. Iedereen heeft daar vet gezonde. Eentje had salade, de andere had in een quinoa in een pot of zo. Maar wij gaan gewoon lekker snacks. Wij gaan gewoon lekker snackbar halen. En gaan we een snackbar halen of gaan we patat halen? Ja, snackbar is toch patat. Zou je hier niet iets kunnen halen? Nee. Dit is een café. Oh. Irma Kids, dat ken ik wel. Haha, gratis promo. Nou, op zich, ik pas nog kinderkleding. Ja, er zit iets. Oh. Zal ik het aan u vragen? Zij weet het vast wel. Nee. Ik doe op Google Maps. Kan dat hier, misschien in dat gebouw. Nee. Nee, daar zit niks. Oh. Daar zit niks. Nee. Daar zit alleen de watertank. Oh, en trouwens als eerste... Wij zijn, alles is voor de pauze en als eerste dansje hebben we een pak, een oranje pak. En Zoe heeft hem gemold. Ze heeft de rits eruit geknipt. Nou, ja, maar het ging niet per ongeluk. Het ging wel per ongeluk. Oh, ik heb hier een. En als tweede zijn we een soort schoonmakers, maar die zullen het wel zien. En ik heb nepwimpers op, ik heb nooit nepwimpers op. Kun je zien? Oh, maar daar zit Fratelli. Lekker. Italiaans halen. Maar... pizzatje. Maar ja, dit zijn hoe snel ze. Kijk, ik krijg wel echt een lamme arm. Oh, kijk, we hebben allemaal net wimpers op. Wat moet je? Zul je lekker jij je net wimpers zien? Kijk. Ook zo pretty. Oh, Jane is ook op. Maar Jane moet nog steeds janken ervan. Ja. En Melissa heeft ze nog niet op, die doet ze zo meteen op. Maar wij gaan even lekker eten zoeken. We zaten net iedereen belachelijk te maken met salades en wat hebben we nu allemaal zo gehad? We konden geen snackbar vinden. Ik stond uiteindelijk wel op tijd goed. Oh, lippenstift! Oh ja, lippenstift moet ik doen. En dat was dus Orange is the New Black. Nu hebben we die fish mee. Ja, hoi Stella. Zo, even camera naar hoofd. Oké.
Ja, ik pak even mijn lippenstift. Ik moet even mijn poeder erbij doen, want ik zweet als een malle. Dit gaat nooit werken. En we gaan nu lekker naar de Mac. Op zich, het ging wel goed toch? Op zich. Ja. Alleen die final dance, zeg maar. Je staat dan met iedereen die meedoet. Ik heb maar een beetje staan praten daar met Sena. Ik zeg niet wat we moeten doen. Ja. Nou, ik heb wel even mijn les dance afgemaakt. Want dit was mijn les dance. Na super veel jaren. Nee, dat was creatie. Ja. En nou I'm leaving. Maar nu gaan we wel heel veel sporten. Wow. Oh, sorry. Mis kan echt geen bocht maken. Nee, maar niet zo. Zit er wel een McDonald's op de route? Nee, niet. We jawel, maken die route gewoon. Ik doe hem wel even de route. Okay. Dus dan zeg maar bij de Flora moet je dan naar rechts of zo.